Er bleef na de dood van Provo een vacuüm. Veel jongeren wilden op de een of andere manier een nieuwe maatschappij tot stand brengen. Roel van Duin zat nog in de gemeenteraad en daar ontwikkelde hij het plan Amsterdam, Kabouterstad. Een heel ander soort beweging dan Provo was. Provo was dus een protestbeweging en Oranje Vrijstaat is een beweging die zegt... we moeten al onze ideeën moeten we inderdaad gaan realiseren, moeten ze waar gaan maken... onafhankelijk van de bestaande maatschappij, onafhankelijk van de bestaande orde. Ze noemden zich kabouters en hielden zich bezig met nuttige dingen zoals werken op het land... bomen planten of bejaarden helpen. Amsterdam moest, volgens de kabouters, verfraaid worden met veel bloemen en planten. Ja, zet maar nu. Ben hier nog gehad, hè? Zijn er heren die nog boven? Heren boven! En ome Gent mocht het kaboutertje van het gezagsondermijnende bomen planten weerhouden. Ook de auto moest uit het stadsbeeld verdwijnen. De kabouterbeweging kreeg vooral in de Randstad een duidelijke aanhang. Kabouter werd een beweging met een eigen volkslied... die op allerlei ludieke manieren uiting aan haar ideeën trachtte te geven. Hier volgt een uitzending in het kader van de door de Oranje Vrijstaat gevorderde zendtijd. Vanmorgen arriveerde op Schiphol onze speciaal gevolmachtigde voor Oranje Vrijstaat, Hans Tuinman. Meneer Tuinman, u bent in New York geweest. Wat was het resultaat van uw bezoek daar? Wat heeft u daar gedaan? Ik heb besprekingen gevoerd met de secretaris-generaal van de UNO, Outant, over de toetreding van Oranje Vrijstaat tot de UNO. En wat is het resultaat van uw bespreking? Daar kan ik nog niks over zeggen. Daar kan ik nog niks over zeggen. In dit stadium kan ik daar nog niks over zeggen. Men was positief? Men heeft het positief ontvangen, maar ik kan er verder nog niks over zeggen. Uitstekend, dank u wel. De kabouters zouden tot in het begin van de jaren 70 nog duidelijk van zich laten horen.